What's good, Kelvin? We back out here. We are here again. Het is je enige man, Kelvin, a.k.a. Calvin op je beeldscherm. Gaat even wat positiviteit in je leven brengen. Snap je wat ik bedoel? Ik besef dat jullie net je paasweekend gehad hebben. En dat jullie denken, godverd. Moeten we naar school doen vandaag? Moeten we aan het werk vandaag? Nou, hier ben ik om je te vertellen dat dat moet. Wow. Tot zover mijn introductie. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Mocht je nou nog nooit een video van mij gezien hebben, behalve de ene video waarin ik deed alsof er een naaktfoto was gelekt. Maar helaas, het was een grap. Het was een grap. Serieus, het was de allerbeste grap van de eeuw. Van de hele eeuw. Het is een grap van de eeuw. Het is de plakken van de lab. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Mocht je nog geen onderdeel zijn van de Calvin, dan moet je even abonneren op mij of me volgen op Instagram. Kan allebei, het is een feest. We maken elkaar aan het lachen. We zijn er voor elkaar. We maken edits voor elkaar. We hebben gewoon al die gekke, kleurrijke dingetjes aan voor elkaar. En nog belangrijker, als je in de Calvin zit, betekent dat je waarschijnlijk gestemd hebt op mij als beste mannelijke YouTuber. En 3 keer raden wat er vandaag is gebeurd. Namelijk, ik heb niet de beste mannelijke YouTuber gewonnen. Vandaag. Vorige week wel, tijdens de VIDA Awards. Hey, what's good? We weten dat 2017 een goed jaar is geweest voor mij. Oké, we weten dat 2017 een goed jaar is geweest voor de Calvin. Maar we wisten niet dat het zo goed ging. En blijkbaar gaat het zo goed dat ik de officiële winnaar ben van de VIDA Award voor beste mannelijke YouTuber. En het enige wat ik kan doen is mezelf even een applausje geven. Nee, mensen, zonder grappen of grollen. Kelvin, luister even goed. Ik ben de winnaar van de beste mannelijke YouTuber 2018. Het is gewoon gelukt. Het is gewoon gebeurd. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Mijn tegenstanders. Het was Dylan Hagens, Furtje, Gio, Enzo en ik. Ik zal je even vertellen. Dylan Hagens heeft 1 punt nog wat miljoen abonnees. Enzo Knol heeft 1 punt nog wat miljoen abonnees. Gio heeft bijna 900.000 abonnees. Rutger heeft... Ik weet niet precies hoeveel abonnees Rutger heeft. Maar goed, alsnog. De concurrentie was moorden. Hij was moorden. Maar wat we met het winnen van deze award hebben bewezen... is dat het maakt niet uit hoeveel abonnees je hebt. Het gaat er gewoon om hoe sterk die hele family is. En dat hebben we bewezen met de Calvin. Ik wil jullie bedanken. Bedankt voor het stemmen. Bedankt voor alles. Ik ben officieel de beste mannelijke YouTuber van 2018. En dat is eigenlijk de grootste eer die ik ooit heb gekregen. Krijg je een eer überhaupt? Of pak je een eer? Of draag je een eer? Nederlandse taal? Sorry. Ik heb ook de award voor beste video gewonnen. Alleen die heb ik niet hier. Die heb ik aan Noah gegeven. En dan weet je niet wie Noah is. Noah is zeg maar dit. Mama, papa, ik ben rijk nu. Noah heeft de award voor beste video. Omdat ik vind dat hij hem verdient. Hij mag hem hebben van mij. Hij staat niet hier thuis. Hier. Je kan mijn hele huis doorzoeken. Het maakt geen reet uit. Je zal hem nooit vinden. Hij staat bij Noah. Ik weet niet precies waar. Hopelijk naast zijn bed of zo. Dat hij dacht. Hij mag er trots op zijn. Oké, okay? Hij mag er trots op zijn. Maar goed, ik maak deze video niet om op een of andere manier mezelf heel erg te complimenteren dat ik heb gewonnen. Of jullie te bedanken. Maar dat doe ik bij deze wel. Kelvin, bedankt. Bedankt voor alles. En mocht je afvragen, wat is dan de volgende stap? De volgende stap is beste YouTube kanaal van 2019. Daar gaan we gewoon voor. Dat gaan we gewoon fixen. Maar goed, dat is een zorg voor later. Mocht je nou denken, hey, 2019, dat klinkt op zich wel goed. Als je nou bij de VIDA Awards wil zijn, dan kan dat. Kaarten zijn nu al in de verkoop. Ga naar VIDA.nl, koop je kaarten nu. Hey, what's good, man? Do it now. This selling out very quickly. So go, man. Go. Mocht je nou afvragen, hey, hoe is het nou precies bij de VIDA Awards? Nou, er zijn hier even een aantal foto's van hoe het dit jaar ging. Bam! Zo gezellig was. Het was zeer gezellig. Dat ga ik je eerlijk vertellen. Ja, het was een feestje. Dat kun je wel zien. Dat kun je wel zien als ik vertel. Als ik begrijp wat ik bedoel. Oké, wat gaan we vandaag doen? Ik ben hier niet gekomen om mezelf veer in mijn reet te steken over dat ik gewonnen heb. Ook al is het wel de waarheid. Dus ik ben op zich wel een beetje trots op mezelf. Maar we gaan eventjes reageren op hoe de VIDA Awards een beetje zijn verlopen. En ik probeer jullie een beetje wijze raad mee te geven over het leven. Oké, maar dat komt later. Laten we eerst even kijken naar mijn optreden bij de VIDA Awards. Dat was samen met Noah, nu al miljonair. Let's go. We gaan het gewoon zien. Let's get it. Opening show VIDA Awards 2018 met Calvin, Hanwee, Matty, FC Roelie. Let's go, maar we gaan hem bekijken. Hey. Kleine jongen van het platteland. Ik had geen money op de money. Je kan toch alleen maar blij worden van dit liedje. Je kan toch alleen maar happy worden als je deze tune hoort. Dan ga je gewoon. Look at all them visuals, man. We hebben er gewoon de music video in de background. We hebben die tegeltjes met VIDA Awards logo's. Al die telefoontjes. Oh, what happened? Het was best wel een van de mooiste dagen uit mijn leven eigenlijk. VIDA Awards 2018 van dit jaar. Maar goed, we kijken door. Let's go. Denk er altijd hard en altijd druk. Nu heb ik mama van het gelukt. Hey. Mocht je afvragen, yo, wat kan Noah goed zingen? Nou, ik ga je één geheimtje verklappen. Misschien stonden de microfoons niet helemaal aan en hebben we alles geplayback. No! Oké, dat is een leugen. De microfoons stonden wel aan, maar we hebben alsnog alles geplaybacked. Hey! Mama, papa, ik ben rijk nu! Kijk, dit was een mooi moment. Noah deed echt zo goed zijn best. Mama, papa, ik ben rijk nu! Toen kwam mijn adlib. Was gewoon vergeten, dus je hoort die adlib. Maar je ziet mij niet eens iets zeggen. Dit gezicht van mij is echt zo van... Oh, ja, fuck. Ik moet mijn adlibs ook even playbacken. Oké, dat gaan we van hem nu even doen. Ik kan alles wat ik wil.
Hoe episch is Noah gewoon? He's a god. Waarom playback ik hier? Dit is mijn tag. Nee, hoor me toch niet, maar ik doe gewoon het al. Fucking bullshit. Wat hier gebeurt is leuk, want ik zag Noah de hele tijd een beetje in de achtergrond staan. Dus ik dacht, oké, Noah, je moet een beetje naar voren. Maar goed, Noah was gewoon nerveus en is 10 jaar, dus dat kon ik niet van hem vragen. Maar ik dacht misschien dat ik, als ik hem even naar voren duw. Hier komt de meest subtiele duw ever. Ja, kom maar mee. Ja, het lukte gewoon niet echt. Tot zover ons optreden. Ik wil even, ja, applaus. Kijk, Hanwee komt wel echt op. Hanwee komt op zoals ik had moeten opkomen. Ik heb gewoon helemaal niks door die microfoon gezegd. Ik had tenminste kunnen zeggen, yo, Peter Ward, was good. Ik zei helemaal niks. Mocht je dit nou zien en denken, hey, ik wil er ook bij zijn, ga dan even naar de link in de beschrijving of feed.nl, want de kaarten van volgend jaar zijn al in de verkoop. Let's go, get your tickets now, early bird, hey. Kijk, ik wil heel even stilstaan bij het feit dat ik nu de beste mannelijke YouTuber ben. Heel Nederland, 850.000 stemmen, hebben besloten dat ik de beste mannelijke YouTuber van Nederland ben. En dat is crazy. Kijk, ik voel nu wel een soort van de pressure om het waar te maken. Snap je? Ik ben nu beste mannelijke YouTuber. Nu heb ik dus 12 maanden om ervoor te zorgen dat ik ook echt de beste mannelijke YouTuber ben. Want ik heb over de afgelopen maanden maar gewoon wat rondgehuppeld en gewoon leuke dingen gedaan en grapjes gemaakt. En blijkbaar was dat genoeg om beste mannelijke YouTuber te zijn. Maar nu heb ik wel echt het gevoel alsof ik het echt moet doen. Nu moet ik echt even wat van mezelf laten zien. Maar dat komt wel goed. Want ik ben gekke dingen van plan in 2018. Dat ga ik je vertellen. Wat gebeurt hier? I don't even know. Sinds dat ik deze award heb gewonnen, zijn dingen wel een beetje veranderd. Zoals, kijk, weet je, vroeger ging ik gewoon naar de Efteling toe. Ging gewoon een beetje in de Python. Was er, oh, mooi dagje. Tegenwoordig ga ik naar de Efteling. En gebeurt dit. En hey, luister, Kelfam, het is hartstikke leuk en ik hou van jullie. Maar om de 10 minuten te vragen om een foto terwijl ik in de pretpark ben en ik wil stiekem gewoon even in die achtbaan en zo, dat was gewoon lastig, snap je? En als je even wat high-tech technologie loslaat op mijn story en even de geluids enhanced en even de kwaliteit een beetje verhoogt, dan hoor je dus dat mensen het ook echt hebben over het feit dat ik de beste mannelijke YouTuber ben geworden. Echt serieus. Als je goed luistert, luister even mee. Beste man. Hey Kelvin, gefeliciteerd met je award. Wat heb je na de awardshow eigenlijk gedaan? Ben je toen naar de kloten gegaan? Dat was helemaal geen vraag van iemand. Het staat gewoon op mijn telefoon dat ik het nu ga hebben over het feit dat ik na de awardshow naar de tering ben gegaan. En het was fucking gezellig. En de nacht was ook gewoon een uur korter omdat de zomertijd weer inging. Dus het was fucking raar. Maar alsnog, ik heb wel een party gehad. Het was nice. Kijk, en het leuke was trouwens, toen ik op stap ging, normaal gesproken komt er wel eens een keer iemand naar me toe die zegt, hey, ben je niet Calvin? Is vet, joh. Ik kijk altijd jouw ding en mijn zusje kijkt jouw video's. Alleen deze keer was gewoon letterlijk iemand die zei, hey, jij hebt de Feed Award gewonnen. That's right. Ja, yep. Wacht even, ik word even gebeld. Hey, what's good? Yo! Wat ook apart is als je zo'n award wint, is dat het gewoon meteen je paspoort, je krijgt gewoon een nieuw paspoort. Want je bent gewoon van een andere rang ineens. Dus ik kreeg in één keer een nieuw paspoort, ik open hem, ik zag, hey, what the fuck? Holy shit, staat nu gewoon beste mannelijke YouTube. Oké, is goed, ga maar door, je mag overal naartoe in de hele wereld. Kijk, dat zijn de privileges als je een Feed Award wint. Het is gewoon, het is amazing. En mocht je nou ook bij de Feed Awards willen zijn, dan kan dat. Want de kaarten zijn nu aan de verkoop. Ga naar feed.nl om die kaartjes te halen. Dat zie ik volgend jaar. Hey. Ik word gewoon niet meer herkend als Calvin. Ik word gewoon herkend als die beste mannelijke YouTuber. Serieus, ik was laatst ergens wat aan het drinken. Kwam er zo'n gast naar me toe die zei... In Zatten? Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Thanks. Hey, maar je bent toch die beste mannelijke YouTuber? Ja, dat klopt. Ja. Hi. En ik moest laatst een pakketje bij iemand thuis ophalen, want ik was niet thuis en toen gebeurde er dit. Hey, heb jij een pakketje voor mij? Ja, oh, ben jij de beste mannelijke YouTuber? Ja, dat ben ik, man. Oh, hey, nice. Hey, dankjewel. Doei. Nu we het toch over beste mannen hebben, ben ik wel benieuwd hoe andere beste mannen op de hele wereld eruit zien. Even kijken hoor. Beste man. Oké, ik moet eerlijk toegeven, ik zie de overeenkomsten, zeker weten. De allebei gewoon wel knappe gozer, als ik begrijp wat ik bedoel. Hé, hey, goddomme zeg. Nina Koen, beste man. Deze gast heet gewoon beste man van de achternaam. Dan heb je het leven uitgespeeld. Naast het feit dat er allemaal bekende YouTubers bij de Feed Awards waren, waren er ook bezoekers. En misschien was jij daar niet één van, want zat je thuis en had je geen kaartje meer kunnen kopen. Dus wil je er dan volgend jaar bij zijn, ga er even naar feed.nl en dan kun je kaartjes kopen. Link in de beschrijving. Let's go, buy your tickets now, man. Let's go. Goed, maar naast bezoekers was er ook media. Traditionele media. Waar onwijs veel knappe mensen werken die verslag doen van wat er in de wereld gebeurt. En daar gaan we even naar kijken. Alle YouTubers zijn op dit moment aanwezig bij de Feed Awards. Alle YouTubers zijn momenteel aanwezig bij de Feed Awards. Oké, we gaan door. De Oscars van Nederlands digitale beroemdheden, de Feed Awards, worden ook dit jaar uitgereikt. That's me. Beste man. Oh, je wint dat zeker. Ja? Hoe
word je nou een fantastisch goede YouTuber? Hey, dat ben ik! Dat ben ik! Ik ben op televisie! Dat is echt cool! Maar heel hard werken. Heel hard werken. Ja, werken en jezelf niet te serieus nemen. You had a valid point, Calvin. I'm proud of you. Dat ben ik zelf. Oh ja, dat is waar. Wie waren de grote winnaars? Nou, de beste mannelijke YouTuber is dus Calvin geworden. Even kijken hoe iedereen erop reageert. Het boeit helemaal niks. Wie? Calvin? Wie is dat? Calvin? En de beste vrouwelijke YouTuber is Annemarie. What? Beste vrouwelijke YouTuber is Annemarie. Oké, you had one job, oké. Annemarie. Het was Marije Zuurveld. En de beste vrouwelijke was toch Annemarie, toch? Bedankt voor het biertje. Annemarie? Bedankt. Ja. Ik moet het toch even gezegd hebben. Ik wil het toch even vereeuwigen op mijn kanaal. Op de vraag wie is de beste YouTuber zegt Giel van StukTV het volgende. Ik gun hem Calvin dit jaar. En Giel vindt gewoon mij gewoon met YouTuber. Ik ben even bloedserieus nu. Ik ben een verliezer. Ik zal je vertellen wat ik daarmee bedoel. Kijk, ik heb 2 Feed Awards mogen winnen. Daar ben ik onwijs trots op. Maar ik heb er ook 2 verloren. Ik was genomineerd voor beste kanaal. Ik was genomineerd voor beste comedy. Die heb ik verloren en dat is prima. Want we zijn niet allemaal winnaars. We verliezen ook vaak. Vorig jaar ben ik genomineerd, heb ik verloren. Ja, daarvoor ben ik genomineerd, heb ik verloren. Het eerste jaar ben ik genomineerd, heb ik verloren. Weet je, dus denk niet dat je zomaar even uit het niets je YouTube kanaal opstart. Wat leuke dingen doet en meteen zo'n award wint. Je gaat ook gewoon vaak op je bek en je verliest gewoon. Het feit dat ik hier stoel loop te doen over het feit dat ik deze award heb gewonnen en daar ben ik super trots op en alles super blij mee. Wil ik ook eventjes het hele ding uit de wereld helpen dat ik geen fouten maak. Ik heb denk ik 80% van alles wat ik doe heb ik fouten gemaakt. En ja, dan ga je alleen zeg maar dat ene ding wat je dan goed doet, ga je een hele video over maken. Zo ben ik dan ook wel weer. Maar ik ga dan wel aan het eind van die video vertellen dat ik gewoon een verliezer ben. Dus mocht je nou op voetbal zitten en heb je dit seizoen, gaat dit slecht en zo, weet je. Het is prima, want volgend seizoen gaat het misschien wel goed. Zit je op school en haal je misschien dit jaar niet, is prima. Want volgend jaar haal je misschien wel. En zo werkt het gewoon. Ik heb 3 jaar lang gewoon altijd die awards niet gewonnen. Ik heb kaart verloren, dit jaar dan wel en daar ben ik trots op. En volgend jaar, we zien wel weer. Wil je nou naar de Feed Awards van volgend jaar? Ga dan even naar de eerste link in de beschrijving of naar feed.nl. Dan kun je kaarten kopen. Volgend jaar ben je er sowieso bij. Dan zie ik je daar. Calvin, bedankt voor het stemmen. Ik hou van jullie. What's good, man? En vergeet niet, doe eens gek. Je bent dan normaal genoeg. Want zo heb ik dit gewonnen en zo heb ik ook vaak verloren. Maar hey, dat is gewoon het motto. Ik zie jullie de volgende keer zaterdag. Hey, what's good, man? Hey.